Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Welkom bij deze nieuwe review-video voor een nieuwe set van Nitro. En echt. De verpakking ziet er echt al ontzettend mooi uit. Dit is een compleet nieuwe breinaalde set van NitPro. De NitPro Day and Night. Echt een hele mooie uh, ja, geschenk set. Lekker ook voor de feestdagen. En uh, ja, het is echt weer heel mooi vormgegeven allemaal. En op de achterkant ook een kleine opzomming van informatie. Nou, dat ga ik jullie natuurlijk allemaal in deze video ook vertellen. Um, deze set is nu ook te koop. Mocht je na nou het zien van deze video's iets hebben van ik wil eigenlijk deze set wel echt hebben. Want ik vind hem zo ontzettend mooi. Uh, je kunt hem dus op heel veel websites bestellen. Uh, gebruik daar gewoon eventjes Google voor en zoek dan eventjes op de NITPRO DN Night breinaalde set. Dan vind je verschillende winkels die hem verkopen. En hij is uiteraard ook in een stenenwinkel te koop. Mocht jouw uh, lokale garenwinkel uh, NITPRO in het assortiment hebben zitten, dan kunnen ze deze set eventueel ook voor jou gaan bestellen via de groothandel. Mits ze natuurlijk nog voorradig zijn. Want het is een uh, ja, speciale set voor dus de voor, uh, tijdens de feestdagen. Dus uh, ja, weer een hele mooie nieuwe set. En in deze video ga ik jullie hem natuurlijk laten zien. En dan ga ik hem even uit de verpakking vandaan halen. Kijk, dit is dus gewoon de kartonnen verpakking met nog een vulling in. Dit is dan de set. Mooi uh, doorzichtig frame met dus ook het thema day en night, dus een zonnetje en een maan en leuk wat wolkjes. Want dit is een breinaalden set die je in principe dus dag en nacht kunt gebruiken als breier. En het is dan een doosje met zo'n magnetisch flapje eraan, waardoor het dus mooi sluit. En als je hem dan open doet, zie je hier dus de set met naalden. Het is ook een uh, dik deksel, mooi met een uh, ja, soort van vilt afgewerkt, met het logo van NITPRO er ook in. Dus dat is echt heel mooi vormgegeven, ook een hele stevige deksel. Dus het is er niet echt van het uh, goedkope materiaal gemaakt, maar echt een hele mooie stevige opbergdoos dus. Nou, deze set bestaat dus uit allemaal losse breipunten, zoals je kunt zien. En op elke breipunt staat dan ook op het metalen stukje de maat vermeld. Even wat dichterbij houden. Zie dus je dus echt... De maten er allemaal op vermeld. Hij start bij 3,5. Dan heb je maat 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 en 8. Dus 8 verschillende maten in dus losse breipunten. Dit is dus een verwisselbare breinaalde set. En als je dan deze eraf haalt... Dan heb je hier dus nog een mooi etuietje. Ook weer echt van heel mooi materiaal gemaakt. Voelt ook echt uh, lekker zacht aan. En ook hier staat dus op day and night. En dan heb je hier nog de instructie voor hoe je de. ...punten op de kabels zetten en hoe je dus eventueel ook uh, de eindstoppers erop kunt zetten. Want dat zit dus in dit leuke etuietje. Ik ga het er allemaal even uithalen. Kijk, er zitten dus vier kabels in. Zwarte kabels... En even kijken of het er ook op vermeld staat welke maat dit is. Nee, het staat bij deze set niet op de kabels aangegeven wat de lengte is. Maar dat staat achter op de doos. Um, we hebben een kabel van 60 centimeter. Dat is deze, of tenminste. Met deze kabel maak je dus een breinaald van 60 centimeter, want die 60 centimeter die bereik je dus met de punten erop. Dan heb je een kabel van 60 centimeter, daar hebben we er eentje van. En er zitten twee kabels in voor maatje 80 centimeter. En er zit een kabel in waarmee je een breinaald van 1 meter kunt Gaan maken. Dus er zitten vier kabels in. Dan heb je nog in dit zakje de um, eindstoppers erop zitten. Dus die kun je dan heel makkelijk op je kabel plaatsen als je, je breipunten eraf haalt. Dan kun je dus een stopper erop zetten en dan kun je dus ook niet je steken verliezen. En er zitten ook weer twee van die metalen pijpjes in, dat zijn kabelconnectors. Daarmee kun je dus Twee kabels aan elkaar verbinden. Waardoor je een hele lange kabel kunt maken. En er zitten dan ook van die standaard sleuteltjes bij om de boel stevig aan te draaien. Nou, ik ga eventjes een sleuteltje eruit halen. En dan pakken we even de kortste kabel. Even aan de kant, want ik ga zo direct natuurlijk ook nog eventjes een stukje test Dat doe ik eventjes met ook thee en nijt garen. Dan kunnen we het effect van de naalden ook goed laten zien. En even kijken, dit is voor maatje nummer 4, dus pakken we maat 4 erbij. Andere kant. Want um, deze naalden, en daarom heet het dus ook D en Night, hebben dus twee kleurtjes. Dat is je zo laat zien. Kijk. Je hebt dus een lichte kant en een donkere kant. En het is echt ontzettend glad materiaal. Het, uh, de naalden zijn gemaakt van berkenhout. Dus het zijn houten naalden. Betekent ook dat je er ook iets uh, voorzichtiger mee overweg moet gaan. Want uh, hout breekt iets sneller. Dus um, mocht jij een hele strakke breier zijn, pak dan ook eventjes een maatje groter uit voorzorg. Zodat je iets minder strak breidt. En dus minder spanning op je naalden gaat krijgen. Maar het is echt ontzettend glad materiaal. Zit er zitten ook geen naadjes tussen de kleurtjes in. Oké, okay, kijk. En op dit metalen stukje: nagenoeg geen overgang. Dus dat is ook echt heel erg fijn. Je hebt echt een hele mooie overgang van het houten stukje naar het metalen stukje. Kijk, en op het metalen stukje staat dan. Het logootje van NITPRO, de KP. En de maat staat er ook op. In dit geval dus 4 mm. Ah, en dat is erin gegraveerd. Dus dat is ook heel fijn. In het verleden werden de maatjes er ook nog wel eens, zeg maar, een soort van opgestanst. En als je dan naalden aan het gebruiken was. Um, verdween dat er uiteindelijk, dus dan wist je op een gegeven moment niet meer wat voor maat het was. Dus dan had je alweer een naaldemeter nodig om erachter te komen welke maat het was. Dat is bij deze dus niet het geval, dus dat is echt heel erg fijn. Maar zoals je dus kunt zien, ze hebben dus twee kleuren op de naald zitten, dus D en Night. Ik ga ik zo direct nog even wat uitleg over geven. Want ik ga eerst eventjes de kabel weer testen. Want ook dit is weer een kabel met een ja, mooie lager eroverheen, Wat ook echt mega glad aanvoelt. En als het goed is, kabel zonder geheugen. Yes! Echt, dit vind ik zo ontzettend grote positieve verandering van Nitpro. Dat die kabels dus nu gewoon echt zonder geheugen zijn. Dat is echt zo ontzettend fijn. En daarbij het 360. Um, hoe noemen ze dat? Het 360 swivel systeem. Dus dit metalen stukje op de kabel dat draait dus gewoon lekker mee. Waardoor dus je kabel ook niet meer in de knoei gaat komen. Het enige is nog wel dus dat je op dit stukje van de kabel naar het metalen gedeelte een hele lichte overgang hebt. Maar die is ook eigenlijk niet meer zo heftig aanwezig als wat in het verleden aanwezig is geweest. Dus dat is ook echt een mega goede vooruitgang. Ik ga hem even de naald op de kabel zetten. Ook om dat overgangetje te controleren. Ik heb hem nu ook nog niet aangedraaid, maar. Oké. Okay. Ik ga hem even aandraaien, want er zit dus zo'n kleine opening in. Het metalen stukje van de kabel daar kan je dus dat sleuteltje inzetten en dan kan je dus nog eventjes een extra draaitje geven aan je naald zodat die echt goed stevig op de kabel zit en dus tijdens het breien niet los kan schieten. Maar wat ik zo voel, ook echt, ja, er is wel een overgangetje in, maar niet zo heftig als wat ik gewend ben. Echt een hele positieve vooruitgang. Kijk, en dan hou ik die kabel vast en dan kan ik dus gewoon nu. Mijn naald, dus gewoon vrij rond bewegen. Dus het is echt een hele grote positieve vooruitgang. Echt toppie van NetPro. Dan ga ik de andere kabel er ook nog even opzetten, of de kabel, de naald. Het rijdt er ook lekker soepel op, dus dat is ook wel heel erg fijn. Echt zo fijn dat Netpro hier aangewerkt heeft ook, want dat was ook echt een van mijn erge punten. Uh, van de kabel sowieso, van kabel naar het metalen stuk had je altijd een hele heftige overgang. En van het kabelstukje naar de naald toe had je ook altijd best wel een aardige overgang, maar daar heeft Nitro dus gewoon echt giga goed aan aangewerkt en dat is dus nu echt vele malen minder geworden. En daarbij dus kabels die niet meer alle kanten opkrullen. Kijk, en dit is dus echt ideaal. Dat is, uh, hoe noemen ze het nou? Swiffelsysteem. Als je een krul in je draad hebt. Je trekt hem er dus ook gewoon zo weer uit, omdat dat dus gewoon lekker mee beweegt. Dus geen kabels meer die echt hopeloos in de knoei komen. Het beweegt gewoon echt lekker alle kanten op. En dat is echt zo'n onwijs grote positieve verandering bij NITPRO. Echt mijn compliment daarvoor. Uh, in de hele Mindful Collection... Um, is die swivel kabel ook geïntroduceerd zonder geheugen. En dat, dat vond ik echt al een enorme verbetering. Maar nu zit die dus ook hierbij. Dus echt heel, 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 heel blij mee. Deze kabels die kun je ook gewoon echt op alle andere NITPRO naaldpunten zetten die je hebt. Dus de Symphony, de Sing, de Nova. Nou noem het allemaal maar op. Alle breipunten van NITPRO kunnen dus op deze kabels gebruikt worden. En de kabels zijn ook... Los verkrijgbaar. Dus, mocht jij echt eventueel nog de oude kabels van NitPro hebben, die dus met geheugen zijn, uh, kan je die in principe gewoon voep, de deur uitgooien en gaan vervangen voor deze nieuwe kabels. Want het is echt een verademing dat dat aangepakt is en dat dat geheugen er dus uit vandaan is en dat je daardoor vele malen groter breiplezier hebt van je Netpro. naalden. Wat echt de naalden van NITPRO... Ik vind ze altijd heerlijk om mee te werken, maar ja, het zeggen, de kabels waren altijd een heikel punt bij me. Daardoor gebruikte ik ze dus eigenlijk minder. Maar nu dat knitpro dat verbeterd heeft met dit type kabel en ook dit swivel systeem erin. ...is nitro gewoon echt weer in aanzien gestegen bij me. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. Vraag je je misschien af van waarom heeft deze naald twee verschillende kleuren? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk en simpel te beantwoorden. Vandaar dus ook de naam Day Night. Dit is dus lekker om op bijvoorbeeld in de avond te gaan gebruiken... Want dan zie je dus gewoon je naald heel makkelijk en de steken die zie je er heel makkelijk op. Ben je overdag aan het haken of aan het breien, excuus. Laat ik zijn hem dus eventueel wel om kunnen draaien naar de donkere kant. En dan kan je dus ook gewoon prima breien. Maar het grote voordeel hiervan is ook dus nog dat... Dat kennen jullie vast ook wel dat je met bijvoorbeeld een donker draadje bezig bent... In de avond, dat je je steek niet ziet en dat je dan zoiets hebt van, nou, laat maar zitten. Ik leg mijn breiwerk aan de kant, ik ga overdag er wel mee aan de gang. Nou, dat is dus nu ook eigenlijk verleden tijd daarmee. Want als je dus een donkere draad op een donkere naald plaatst, dan heb je inderdaad licht nodig om het goed te kunnen gaan zien. Je ziet dus echt dat je steek compleet verdwijnt. Dus dan ga je al veel meer op de tast breien, of je gaat echt een gigantisch lichter opzetten om het alsnog te kunnen zien. Nou, het voordeel van deze dus is: je draait je naald gewoon eventjes om. Dan heb je dus de lichte kant boven en dan zie je dus al je steken gewoon netjes op je naald staan en kun je dus ook in het donker. Lekker verder breien met een donkere draad, want die valt dus nu op deze naaldpunt heel erg op. Dus dat is echt super, super fijn. Maar ja, andersom kan het natuurlijk ook wezen dat je met een uh, licht draadje bezig bent. En dat je een breinaald hebt die ook lichter uitziet. En dat je dan denkt van, oeh, nou kan ik mijn steken ook niet lekker zien. Ook met een lichte draad kan je dus in de avond... Met wat minder licht prima breien. Want dan draai je gewoon de donkere kant van de naald naar boven. En dan zie je dus gewoon echt heel goed je steken liggen. En anders kan je hem ook weer terugdraaien op de lichte kant. En dan kan je dus ook gewoon je steken weer zien. Dus dat is ook echt een ontzettend leuke en handige toevoeging aan deze naalden. En om heel eerlijk te zijn, dit pro. Van mij mogen jullie dit op alle naalden gaan toepassen, want het is echt ontzettend handig. Heel vaak in de avond heb ik altijd zoiets met een breiwerkje. Van nou, ik leg het maar aan de kant, want ik zie het heel slecht. Maar met deze toevoeging aan die naalden werkt dat gewoon echt ontzettend prettig. Dat zeg ik overdag, kan je gewoon eigenlijk beide kanten gebruiken. En dan maakt het niet zo heel erg uit, want dan zie je gewoon prima je steken liggen. Maar in de avond. Met een licht garen draai je hem dus gewoon lekker naar de donkere kant. En dan zie je dus ook gewoon prima je steken op de naald staan. En dat is dus met donkere garen net zo. Overdag kan je gewoon prima breien omdat je gewoon goed licht. En in de avond draai je gewoon de lichte kant naar boven. En dan kan je dus ook je donkere draad, je donkere steken allemaal perfect bekijken. Echt. Ik vind het echt. Een geweldige toevoeging. Zo simpel iets met zo'n groot effect. Echt, ik sta er versteld van. En dat moet ik Netpro ook echt wel nageven. Nitpro blijft zichzelf ook op dat gebied... ...continu uitdagen en verbeteren. En uh, ja, dat laten ze dus hiermee zien. Dus kabels worden aangepast. Er wordt een extra systeem in toegepast... ...dat je kabels echt niet meer in de knoop kunnen komen... En daarbij gaan ze dus ook nog breipunten aanpassen, zodat je dus zowel overdag als in de avond dus ook gewoon lekker kunt breien. Echt zo ontzettend fijn. Dus dit pro wat dat betreft, complimenten dat jullie ook gewoon echt continu aan het verbeteren en aan het vernieuwen zijn. Dat is echt uh, ja, complimentwaardig. Dus, um, we gaan gewoon even nu een paar steekjes breien om te kijken hoe de naalden werken. Ik zet mijn steken altijd op een dubbele naald op om lekker ruimte te hebben in mijn steken dat het niet strak wordt. Dus ik ga gewoon even op een standaard manier wat steekjes opzetten. Haal ik er één naald uit vandaan. En dat is dus ook het voordeel met uh, dit soort naalden. Je kan er prima mee rondbreien, maar je kan dus ook gewoon heen en weer breien, want dan ga je gewoon je werk ook weer keren. En ik breid het op de continentale manier. En daar zijn dit soort naalden ook gewoon echt heel erg fijn voor. Oh, dit breidt echt wel lekker hoor. De punten van deze naalden zijn ook wat stomper. En dat is dan wel weer heel erg fijn, want daar steek je dus minder snel mee door een draad heen. En het is gewoon ook echt. Heel mooi glad materiaal. Je steken glij je echt heel mooi over die punten heen. Dus eigenlijk elk type draad... kun je gewoon op deze breinaalden gebruiken. En dit is dan een draadje. Dan um, merk je wel ietsjes wat um, weerstand van de naalden... Maar dat is juist heel erg fijn. Want stel je gaat echt met een uh, wollendraadje, als beginner bijvoorbeeld op een metalen naald breien. Een metalen naald, dat is echt extreem glad. Dan heb je dus ook als beginner het risico dus dat je steken van de naald afvloepen. Um, echte bamboe naalden, bijvoorbeeld, die zijn dan echt weer een stuk stroever. Um, dat kan weer een enorme nadel hebben, omdat je steken niet gewoon heel erg lekker makkelijk over de naalden heen gaan glijden. Deze naalden zijn daar echt een perfecte tussenoplossing voor. Je merkt een heel licht stroef effect op de naald. Waardoor je steken er dus ook niet echt heel makkelijk afglijden. Je voelt daardoor dus wel een uh, klein soort weerstand. Maar het is niet storm, want je steken glijden er even goed verder wel. Echt heel soepel. Overheen. Kijk, en ik heb dus nu goed licht, dus ik zie mijn steken nu op de naald gewoon prima zitten. Maar stel je zit eventjes in, op een wat donkerder plekje. En je, oh wel in beeld, je zit op een wat donkerder plekje. Dan zeg je gewoon: heb ik draai mijn naald om. Zodat ik dus het donkere deel van de naald. Naar boven hebt. Dus dan is het net alsof je met zwarte breinaalden aan het breien bent. En dan kun je alsnog gewoon lekker verder breien en prima je steken zien. En dat vind ik echt iets heel leuks aan deze set, dus dat je dus gewoon, nou ja, net wat de naam zegt, day en night, dus dag en nacht. Ongeacht het licht wat je hebt, gewoon lekker breien kan. En je steken dus ook gewoon prima blijft zien. Dat is echt ontzettend leuk. Kijk, zo zie ik de steken op zich ook al aardig natuurlijk. Maar als je hem dan echt omdraait, dan knallen je steken echt naar boven en zie je ze gewoon echt heel goed zitten. Dat vind ik echt een ontzettend leuke. ...toevoeging aan deze naalden. Ja, ik merk dus wel nog wat... ...weerstand van de kabel... ...naar het metalen stukje. Maar... ...het schroefpunt... ...daar glijdt het dus gewoon echt... ...heel soepel overheen. Wauw. Echt complimenten NITPRO, echt een super grote positieve verandering dus binnen de naalden van NITPRO met dus um, de kabels. Echt complimenten en nou liet ik jullie ook natuurlijk net de inhoud van het pakket zien. Kijk hier heb ik ze, want dat zit er dus ook nog bij. Een apart zakje waar ook dus het DNA-logo op zit. Met de sterretjes, de wolkjes. Want dit is nog een leuk extraatje wat erbij zit. En dat vind ik dus ook altijd wel leuk van NITPRO met uh, dit soort sets. Dat ze er altijd wel iets extra's bij doen ook. En echt ook uh, qua vormgeving altijd echt iets heel leuks ervan maken. En dat hebben ze dus nu ook gedaan. Oh wow. Er zitten namelijk day en night knopen in. Die dus ook twee kleurig zijn: een wolkje, een zonnetje, een sterretje en een maan. En dit is ook echt ontzettend mooi van hout. Ook van het berkenhout. Maar er zit ook echt een hele mooie glans overheen. Wauw, dit zijn echt hele mooie knopen. Het is echt leuk om ook bijvoorbeeld aan een kledingstuk te gaan bevestigen. Dan heb je dus gewoon vier verschillende knopen. En of je nou met donkergaren gewerkt hebt of met lichtgaren, daar kun je ze dus prima voor gebruiken. Want als je donkergaren hebt, dan draai je ze dus gewoon om. Zodat je dus de dagkant zeg maar hebt. Dus de lichte kant, dan ploppen ze er lekker uit. Werk je met een heel garen, dan kan je er dus voor kiezen om de donkere kant te gebruiken. En dat geeft gewoon echt een superleuk extra effect. De set is dus vanaf nu verkrijgbaar. Um, ik zet eventjes een linkje in de beschrijving naar de algemene site van NITPRO. Daar kun je dus nog eventjes op je gemakje rustig alle informatie teruglezen over deze breinaalden set. Um, mocht je deze breinaalden set dus zelf willen gaan kopen. Dan adviseer ik je dus eventjes om via Google een zoekopdracht in te gaan voeren. NITPRO Day Night breinaalden set. Dan krijg je echt een Enorme reeks aan winkels die dus deze set verkopen. Uh, hou er wel rekening mee. Er zijn ook dus echt winkels vanuit het buitenland die daarin meegenomen worden. Um, mocht je hem niet online willen bestellen, maar uh, in de winkel. Ga dan gewoon naar je lokale wolwinkeltje of handwerkwinkel, hobbywinkel. En kijk eventjes of ze NITPRO in hun assortiment hebben zitten. Is dat het geval, dan kunnen ze hem voor je gaan bestellen bij de groothandel. Ik heb hem toegestuurd gekregen van Nitpro. En daar ben ik gewoon echt ontzettend dankbaar voor. Heel erg fijn ook dat ik op deze manier dus kennis heb kunnen maken met deze set. En deze video dus heb kunnen maken. Maar echt, ik kan hem jullie aanraden. Um, ik ben het in het verleden heel erg kritisch geweest op Nitpro. Er is ook gewoon echt een periode geweest dat ik zoiets had van Nitpro. Ik ben er klaar mee met dit soort sets. Ik ga het gewoon echt niet meer doen. Maar echt mindful, DNI. Top sets. Echt, Nitpro heeft zich echt gigapositief veranderd, aangepast. En ik ben nu echt weer een fan van de Nitpro. Ik denk dat ik inmiddels alle informatie wel gegeven heb over deze set. Uh, mocht je dus meer informatie willen hebben, klik er eventjes in de beschrijving op het linkje wat ik daar geplaatst heb. Dan ga je dus naar de directe site van Nitpro en vind je echt alle informatie terug over deze set. Ga dus via Google even op zoek naar winkels uh, die deze set verkopen, mocht je daar uh, interesse in hebben. Of ga lekker naar je lokale handwerkwinkel en vraag daar dan eventueel of ze deze set voor je kunnen gaan bestellen. Ik ga jullie in ieder geval voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet vooral ook eventjes niet te abonneren op mijn kanaal en uh, op het belletje te drukken wat daarna verschijnt. Want dan krijg je in het vervolg ook nog eens een melding als er een nieuwe video verschijnt. En mocht je deze review video leuk gevonden hebben, zou ik een duimpje omhoog heel erg waarderen. En dan zeg ik voor nu, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En dan gaan we elkaar sowieso weer terugzien in een andere video op mijn kanaal. Dus uh, tot de volgende keer. En Nitpro, enorme dank voor het toesturen van deze set. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Dus dank jullie wel. Tot de volgende video. Doeg.